Deze aflevering is eerder uitgezonden. De informatie hierin is gebaseerd op de situatie van het moment van de oorspronkelijke uitzending. Door latere ontwikkelingen kan de huidige stand van zaken inmiddels afwijken. Goedenavond en hartelijk welkom bij Undercover in Nederland. Vanavond aandacht voor de schimmige handel in uniformen die door criminelen worden gebruikt voor brute overvallen en inbraken. Gewapend met onze verborgen camera's starten wij een onderzoek naar deze dubieuze handel. Het gaat om kleding van bezorgdiensten. Ja. Hij is die nagemaakt of is die wel echt? Originele. Ja, mijn vriend wil het voor overval gebruiken. Oh, maar ook politiekleding wordt online aangeboden. Er zijn meerdere confrontaties met de loesje aanbieders. Dat en meer vanavond in Undercover in Nederland. Het is inmiddels een vertrouwd straatbeeld. Pakketbezorgers en medewerkers van bezorgdiensten, zoals Thuisbezorgd, staan dagelijks voor de deur. Overvallers weten dat ook en maken daar op een vreselijke manier misbruik van. Want uniformen zoals die van PostNL, Thuisbezorgd en de politie worden namelijk massaal gebruikt voor gewelddadige overvallen. Een Irakese vluchteling is zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd in een rolstoel zit. Maar de verdachten, die zijn gefilmd. Er stappen 3 in het zwart geklede mannen uit. Het lijkt een arrestatieteam van de politie. Maar zodra zijn Rolex-horloge wordt afgedaan, snapt hij dat het om een overval gaat. Het gaat best wel vaak mis als mensen zich vermommen als bezorger. Goedendag, ik heb een pakketje. De afgelopen tijd kwam het ene na het andere nieuwsbericht binnen over deze zorgwekkende trend. Bekende en onbekende Nederlanders werden op een verschrikkelijke manier overvallen in hun eigen huis. Zo werd realityster Amanda Balk op brute wijze mishandeld en overvallen door nep-pakketbezorgers. Stylist Fred van Leer werd eveneens doelwit van criminelen met dezelfde soort vermomming. En rapper Ronnie Flex kreeg een zogenaamde pizzabezorger van Thuisbezorgd aan de deur. En tijdens een livestream waren kijkers zelfs getuigen van een overval door nep-DHL-bezorgers. Criminelen lijken steeds vaker uniformen in te zetten voor brute overvallen en andere doeleinden. Wij gaan undercover in de wereld van de mensen die deze overvallen faciliteren. De verkopers van die uniformen. Op het platform Telegram worden in schimmige groepen zoals drugshandel en handeljacht allerlei uniformen aangeboden en gezocht. Zo stuiten wij op de advertentie van deze stoute Harry. Die zegt onbeperkt aan Thuisbezorgd kleding te kunnen komen. Het is overduidelijk dat hij de kleding voor criminele doeleinden verkoopt. De outfits zijn namelijk ideaal voor gelukszoekers en aanbellers, aldus Harry. In je bezorgtas zit geen eten, maar intimidatie. Je gaat naar binnen en je haalt je pap, wat straattaal is voor geld. We reageren op zijn advertentie. Stoute Harry reageert op ons bericht en wil voor de deal afspreken in Nijmegen. Het is tijd voor actie. Een vrouwelijke collega gaat de jas kopen. Zij maakt de verborgen camera snel klaar, zodat zij hopelijk de verkoper goed in beeld krijgt. Nou, het ging razendsnel en we hebben nu een afspraak in Nijmegen. We weten nog niet waar we moeten zijn, maar deze stoute Harry, we hebben nog geen andere naam, die zegt: kom maar naar Nijmegen, geef ik je straks het adres. We gaan dus voor een jas van thuisbezorgd.nl. Het is duidelijk waar die voor gebruikt moet worden, namelijk om mensen te overvallen. We gaan dan wel vast richting het centrum. Let's go. Verkoper stoute Harry geeft op het laatste moment door waar we precies moeten zijn in de buurt van Nijmegen. Ik chill op parkeerplek naast het tankstation, Randweg Noord en Wiega. Ja, dat betekent dat je met de auto moet komen. Ja. Oh, hij belt. Neem maar op. St. Hi. Ja, zeker. Ja, ik zie net je locatie. En ik sta nu in Nijmegen, maar dan kom ik daar naartoe, ja? Ja, oké, zie ik je zo. Top. Dit is zijn advertentie. Diverse bezorgkleding, alle maten, S, M en L. Ideaal voor, nu komt die, onopvallende bezorger of gelukszoekers of aanbellers. Hij heeft een regenjas, een zomerjas, een softshell jas, gevulde jas, t-shirts, regenbroeken, helmen, bezorgtassen. Het is dus duidelijk dat deze jongen weet dat deze jassen gebruikt worden om bijvoorbeeld bij mensen thuis een overval te plegen. En toch verkoopt hij het. Nou, hij heeft zichzelf op de foto gezet met een vrij luxe auto. Vraag me af of die van hemzelf is. Juridisch gezien is het verkopen van kleding zoals van Thuisbezorgd niet strafbaar. Een bedrijf als Thuisbezorgd kan wel aangifte doen als blijkt dat de kleding wordt verkocht voor criminele doeleinden. Wat we zien is dat er heel veel advertenties online staan, maar ook dat er heel veel mensen op zoek zijn naar zo'n jas. Kijk, de politie doet hier niks aan. Die zien die advertenties ook, maar die grijpen niet in. En dus moeten we ze de stuip op het lijf jagen om te zorgen dat ze er echt mee kappen en dat ze begrijpen wat er allemaal gigantisch fout kan gaan door die overvallen. Hoe mensen compleet in een vernieling worden gebracht, want dat is het verhaal. De bejaarde Dini van Eijsde weet er alles van. Zij werd gebeld door een zogenaamde PostNL-bezorger dat ze onderweg waren met een pakketje. Er stond er een jongeman voor de deur en die was van de PostNL, zei hij. De nepbezorgers vroegen om haar pinpas. Wilt u even uw code intoetsen, want dan weten ze dat ik hier ben geweest en die moet er €1 voor betalen. Ze willen haar... Eigenlijk is het een idioot verhaal. Ik zeg haar naar verhuiten, maar ze zegt, mag ik uw pasje ook even hebben? Dan kunnen we even controleren. Maar ik deed per stap weg. Ik zeg, wil jij mijn pasje weer teruggeven? Dini krijgt een pinpas terug. Maar zij heeft op dat moment niet door dat het de pinpas is van haar buurvrouw, die de nepbezorgers even daarvoor hebben gestolen. Een paar uur later komt zij achter de verwisseling. Maar dan is haar hele bankrekening al leeggeroofd. Toen was binnen een uur, was ze zeker ze van €1500 afgehaald. En waar hadden ze dat gepind? Allemaal hier in Deventer. En één keer in Apeldoorn, bij elkaar €1900. Het was al haar spaargeld. En de emotionele impact is enorm. Het doet altijd nog pijn dat mensen profiteren van dit. Ik heb maar een klein pensioen en je HW-uitkering. Daar stukken snotneuzen van. Ik bedoel, ik ben dan 81, zo'n knaap is 22 jaar. Ja. Heeft u er een traan om gelaten? Ik heb er wel opgehaald. En in de eerste instantie van, waar ben jij stoppen geweest? Ik had kunnen weten, dat klopt gewoon iets niet. En dat wist ik ook ergens wel, maar ik wist niet wat. De nepbezorgers wisten precies hoe zij het vertrouwen konden winnen van Dini. Ze hadden een PostNL-uniform aan. Ja, iets oranje met bruin. En dan ben je toch wat betrouwbaarder in de ogen van mensen. Ja, want ik bedoel, iedereen loopt hier binnen. Iedereen zegt meteen, pak je stier van zijn bij je aan de deur. Dat gebeurt gewoon. Dini wil dat anderen dit leed bespaard blijft. En zorg ervan dat iemand je pasje te pakken krijgt. Wees er voorzichtig mee. Jan Neleman uit het Groningse Scheemda heeft aan de lijve ondervonden hoe het is om slachtoffer te zijn van een gewelddadige woningoverval. Jan heeft een kaasboerderij aan huis, waar hij rondleidingen geeft. Toen Jan om 22:30 s'avonds net lag te slapen, kreeg hij de schrik van zijn leven. Voordat ik me feitelijk kon realiseren wat er gebeurde, stonden er 3 overvallers bij mijn bed, met een mes. En die zeiden van, geld, 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 dan maak je weer dood. U sliep toen dit gebeurde? Ja. Dan schrik je wakker. Wat dacht u? Ik was helemaal verlamd en verstijfd. En ik heb precies gedaan wat ze vroegen. Wat wilden ze? Ze zeiden geld, 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 anders maken we je dood. En toen had ik hier een doosje met geld. Die heb ik gepakt. In het geldkistje staat zo'n €600. Toen Jan dat gaf, hoopte hij dat de nachtmerrie was afgelopen. En toen stond ik hier. En toen zei hij, ja, we weten dat je meer geld hebt. Meer geld, dan maken we je nog dood. Jan riep dat hij echt geen geld meer in huis had. Toen gaf hij mij een duw naar achter, in één keer zo naar achter. En toen viel ik met mijn rug tegen deze leuning aan. Jan hield flinke rugklachten over aan de valpartij. Hij liep na de duw naar de kaasboerderij en haalde de kassa voor de 3 overvallers leeg. De overvallers vertrokken. En toen ben ik huilend, al huilend, naar de buurman gegaan. En toen ga ik 112 gebeld. Dan komt de emotie van wat je overkomen is. En ja, dat kan ik niet met een pen beschrijven. De overval heeft een grote impact gehad op Jan. Wat doet het met u? Ik voel me niet veilig hier. Bent u nog bang? Ja, we blijven hem achtervolgen. Is een woningoverval, hè? Is dat het ergste wat je kan overkomen? Ja, enigszins, ja. Omdat er toch een veiligheid, een onderkomen is waar je je eigenlijk veilig in moet voelen. Jan heeft sindsdien beveiligingsapparatuur in huis. Oké, we zijn er bijna. Terug naar stoute Harry, die thuisbezorgd kleding verkoopt om mensen zoals Dini en Jan mee te kunnen beroven. Oké, doe het licht maar uit, doe het licht maar uit. Nou, stoute Harry, jongens. Benieuwd wie het is. Nou, dit soort gastjes moeten gewoon worden aangepakt. Want die zorgen dus indirect voor al die overvallen. Hier naar rechts. Hier naar rechts. We zijn op de plek waar de deal gaat plaatsvinden. We zien 2 auto's op de parkeerplaats. En alleen de eerste heeft de lampen aan. Maar er zitten 2 mensen in. Omheen en dan ernaast zetten. Ja, zet maar neer zo. Top. Hey, jij bent van thuisbezorgd? Ja, ik heb een jas gekregen. Oké, top. Ja. Yes, hij is die nagemaakt of is die wel echt? Nee, het is de originele. Het is de originele, ja, oké. Okay. Ja. En die helmen? Die heb ik nog niet. Oké, okay. Die zijn uitverkocht of? Ja. Oké, okay. Ja. Maar die kan je wel weer bestellen? Moet ik even kijken of dat gaat lukken. Oké. Okay. Nou, misschien wel. Want je hebt daar wel een contactje bij thuisbezorgd? Ja, ik ken er iemand die heeft dus die jassen en vandaag verkocht. En die kan het er weer aankomen? Ja. Oké, okay, chill. Okay. Verkoop je veel? Ja? Oké. Okay. Ja, mijn vriend wil het voor overval gebruiken, oh, zeg maar. Ja, ja bedankt. Ja? Oké. Okay. Hey, trouwens, heb je ook zo'n hoodie, zeg maar? Mannen. Hoi. Hey, mag ik even met jullie praten? Ja, zit er een camera bij? Ik heb een cameraploeg bij me, ja. Ja. Natuurlijk filmen wij alles vandaag, want ik wil elk woord vastleggen. Om te beginnen doen ze dit vaker. De eerste jas die ik verkoop. De eerste jas? Ja, serieus. Dat kan ik maar moeilijk geloven, omdat hij net nog zei dat sommige spullen uitverkocht waren. Maar ik wil het met ze hebben over de gevaren van de verkoop van deze jassen. Maar er zijn ontzettend veel overvallen die daarmee gepleegd worden. Ja. Hey, als je nadenkt wat dat met mensen kan doen. Ja. Waarom doen jullie dit? Ik snap het. Maar waarom doe je dit? Waarom? Ik heb gewoon de jas van iemand gekregen. Ik weet... Nee, dat is niet waar, want je verkoopt ook hoodies, je verkoopt bezorgtassen. Ja, maar op ieder geval, ja, klopt, het is niet goed. Maar hoeveel heb je er dan? Ik heb nog een t-shirt, dat was het. Ja, maar je verkoopt heel veel meer. Ja, maar meer heb ik niet. Dat helmen, weet je, zou je ook gaan bestellen nu? Een tekst om mensen te lokken, ja, en dat was het. Ja, maar ook als ik jouw video bekijk. Ik heb mijn video's. Nou, als je, qua verkoop, hoe je het verkoopt, wat je over je hoofd hebt gestopt, moet je het laten zien. Video's. Ik snap, ik ken die video's, maar die zijn niet van mij. En wie is dat dan? Ja, dat is een collega van mij, maar ja, ik ben er klaar mee. Een collega? Ja, ja, collega, maat. Hé hey, mannen, dit is gewoon levensgevaarlijk wat jullie doen. Sorry, het spijt me. Gaan jullie mee kappen of niet? Ja. Ik hou jullie gastjes in de gaten. Dat is makkelijk lullen, hè? Je moet eens nadenken over die mensen die overvallen worden. Nou ja, dit typeert die gasten. Wel verkopen en dan zogenaamd sorry zeggen. Daar geloof ik geen ene reet van. Wat een lafaard, joh. Wat een lafaard. Het is mijn eerste die ik ga verkopen. Nou, daar geloof ik niks van. Maar deze types, die zorgen er dus voor dat die overvallen gepleegd kunnen worden met alle drama's van die. Maar dit is de jas. Thuisbezorgd.nl. Het kaartje hangt er nog aan. Ja, Ja, en dit kan dus alleen maar gebruikt worden door mensen die iets kwaads in de zin hebben. We hebben zelf ook gezegd, we gaan het gebruiken voor een overval. Geen enkel probleem, neem maar mee. Ja, dan spoor je niet. En ze hebben op een of andere manier blijkbaar niet door, of het kan ze niks schelen, dat die overvallen mensen volledig in de vernieling helpen. Wat een totale mafkees. Nou, hij zegt dus dat hij dit krijgt via iemand van Thuisbezorgd. Maar dat gaan we checken. Ja, het lijkt wel echt hoor, dit. Uiteraard hebben wij Thuisbezorgd op de hoogte gebracht van ons onderzoek. Zij laten ons weten het afschuwelijk te vinden dat de indruk wordt gewekt dat de jassen voor andere activiteiten kunnen worden gebruikt. Maar het bedrijf geeft ook aan hier machteloos in te zijn. Wel kunnen zij aangesloten restaurants contractuele beperkingen opleggen als blijkt dat Thuisbezorgd producten worden doorverkocht of voor andere doeleinden worden gebruikt. En het bedrijf hoopt dat wij deze praktijken aan banden kunnen leggen. Of in elk geval degene die dit aanbiedt confronteren, zoals ik al heb gedaan. Omdat de verkoop van een Thuisbezorgd jas in de basis niet strafbaar is, moeten wij voor nu de verkopers laten gaan. Maar wat zij niet weten is dat wij op afstand de achtervolging hebben ingezet. Mijn collega ziet de auto een woonwijk inrijden en gaat erachteraan. En dan ziet zij de auto. Hey Alberto, de auto staat voor het huis en het is een woonhuis. Dus ik ga ervan uit dat een van die jongens daar gewoon woont. Na de confrontatie posten we meerdere keren bij de woning. En we treffen regelmatig de Mercedes. Het wordt ons duidelijk dat dit de verblijfplaats is van in ieder geval één van de twee mannen. Het hele dossier ligt inmiddels bij de politie, zodat zij onderzoek kunnen doen naar deze verkopers. Hopelijk kunnen zij in samenwerking met Thuisbezorgd deze foute dealers alsnog bestraffen. Straks vervolgen wij ons onderzoek, maar om aan te geven wat de impact is als iemand je huis binnendringt, ga ik op bezoek bij de familie Schepers. Zij werden niet één, maar zelfs 2 keer het doelwit van overvallers. De tweede keer was Rianne alleen thuis en had de overvaller zelfs een geweer bij zich. Zij kon geen kant op omdat zij de ziekte MS heeft en in een rolstoel zit. Rianne heeft samen met haar man een bakkerij. Haar woning grenst aan de bakkerij en vermoedelijk dachten de daders dat er cashgeld aanwezig zou zijn in het huis. Vooral de tweede overval zal zij nooit meer vergeten. Ik zat voor de computer te werken. Ik heb iemand aan een geweer langs gezegd. Een geweer? Met het geweer en al. Dus je mij een paar keer in de rug. En hij liep op die kast af. En dan wist hij, nou, ik wil geld hebben, geld hebben, geld hebben. Mijn geld heb ik niet. Ik heb zelf per pin. Mijn moesje zitten. En druk me dan een keer met het geweer in de rug. Ja, schiet mij maar dood. Ik zei, ik ga weer naar de computer heen. En zei, wat doe je daar? Ik zei, ik moet toch werken of niet? Ik was toch aan het werk. Dat heeft u gedaan? Ja. En dat was geen nepper? Dat dacht ik. Maar achteraf bleek dan de politie wel en doorgaat. Dit was wel een echt geweer. Ja. Het was een echt geweer? Ja. Heeft de politie bevestigd. Ja. De dader pakte 2 geldkistjes mee en ging er snel vandoor. De schrik zat er met name de eerste maanden goed in. Dat onveilige gevoel was er wel in het begin. Ja, in een half jaar, ja. Maar het feit dat het in uw eigen huis is gebeurd... Ja. Ik bedoel, als je je daar niet veilig voelt, ja, waar dan wel? Ja. Je moet hopen, ja. U hoopt dat het nooit meer gebeurt? Nee, dat hoop ik ook. Ja, nooit meer, nee, nee. Maar vertrouwen moet hem. Maar vertrouwen wat wil beschaamd zo voor iedereen, ja. Rianne heeft haar huis na de 2 overvallen dan ook grondig beveiligd. Tijdens de tweede overval waren haar man en kind ook thuis. Zij betrapte de overvaller op hete daad. Ik zei door, ik was door aan het wasgoederbang en dit hoorde ik, zeg maar. Toen ik door was, en als het dan heel rustig is, dan kun je niet horen. Gerard twijfelde geen moment en het tweetal rende naar de woonkamer om polshoogte te nemen. Toen Gerard de overvaller zag staan, sloeg hij direct toe. En toen heb ik een mes gepakt, de la, En toen kwam hij, moest weer terug, ja. Hij moest hier weer langs. En toen waren we hier aan het vechten. Dus hier, op een gegeven moment greep hij in het mes. En we zaten dus allemaal wel onder bloed. En op een gegeven moment had hij de geldtrommeltjes voor zich. En toen gaf Jordi een beste tik in het gezicht. En ik gaf hem een geld, op die geldkisten gaf ik een tik. Toen liet hij die val. Die lag hier allemaal rommel lag hier. En toen is hij er vandoor gegaan? En toen is hij vandoor gegaan. Toen ze de schuur inlopen, toen hebben we een stuk van de vrachtauto afgetrokken. Toen hebben we de deur kapot gegooid van de schuurdeur. En toen is het er tussenuit gegaan. De schade van de gewelddadige overval is nog steeds zichtbaar. En toen is die jongen is weggevlucht. En die hebben, zich hier aan vastgehouden. Hij heeft een spoiler vast en hij viel tegen die muur aan. Kun je zien, ja. En dan drukte hij tegen de deur kapot. Hier zit ook een... hij gooide die deur, mijn overgang in die vanger. En die was ook kapot. Toen zat die deur vast in. Zo hard heeft hem gegooid. Naast materiële schade heeft Gerard zelf ook een flinke klap gehad van de overval. Hoe is dat voor u geweest? Nou, die angst, dat gaat nooit weer over. Kijk, maar ik deed dus altijd zaterdag s'nachts die auto leeghalen. Maar ik kom de schuur niet meer in. En de bakkerij helemaal niet meer in, s'nachts om 2 uur. De overval heeft bij het hele gezin diepe sporen nagelaten. De eerste weken durf je niks meer alleen. Niet meer alleen in het donker van het huis naar de bakkerij. Alleen naar de bakkerij in Westerbork, dat durf je niet. En dat klinkt heel gek en heel stom. Maar je kijkt 100.000 keer om je heen. Maar je hebt gaten dat er iemand bij is. Bang dat er weer iemand binnenkomt? Ja. Kun je aan mensen uitleggen wat het met je doet als je wordt overvallen in je eigen woning? En je bent gewoon bang in je eigen huis, je hoort alles. Ja. Elke deur die klappert me door de wind. Je bent bang in je eigen huis? Ja. Hoe lang dreunt zoiets door? Ik denk heel lang. Ik denk dat nooit weg is. Die dat angst gaat nooit meer weg? Dat denk ik niet, nee. Nee. We gaan verder met ons onderzoek naar bezorgkleding. Want ook op Marktplaats vinden wij advertenties. We reageren op iemand die een complete set thuisbezorgkleding aanbiedt. We kunnen de kleding bij een woning ophalen. En ik stuur er 2 collega's op af. Kun je even meeluisteren? Ja, dankjewel. Ja, dat wordt opengedaan. Hoi, goedemorgen. Ik kom voor een thuisbezorgd van Marktplaats. Ja, klopt. Ja, ik staan. Oh, super. Ik ga het opruimen. En had mijn zoon gevraagd van ja, heb je die borg ooit teruggekregen? Hij was toen die tas kwijt, zei hij. Dus, en het zijn wel echte, want hij heeft er 2 jaar gewerkt. Dus... Bij thuisbezorgd zelf? Ja, ja. Oh. Ja, ja. Ja, zij lijkt dit te goede trouw te verkopen. Zij heeft echt geen idee. Maar hoe, met borg? Hoe ja, als je daar gaat werken, dan betaal je voor die kleding. Mm-hmm. En als je die weer inlevert, krijg je je borg terug. Want ze willen niet dat continu als iemand maar een paar maanden werkt, die kleding weg is. Nou, deze tas, we zijn nu want hij is nu het huis uit de kamer aan het opruimen. En dan komt er van alles uit de kasten. Oh ja. Het is een geloofwaardig verhaal. En deze vrouw lijkt zich van geen kwaad bewust. Een regenjas zit zelfs een kaartje nog aan. Oh ja. Ik vond het zonde om dat zo weg te gooien. Ja, dat snap ik. Maar ja, wil je ze passen? Nou ja, het is niet voor mij, het is voor een vriend van mij. Maar hij zei van, dat ik moest zeggen, dat ik echt moest checken of het echt was. Dus ik ga het echt... Ja. Want ja, dat had hij blijkbaar echt nodig. Ik weet ook niet zo goed wat hij ermee gaat doen. Daar gaat hij geen gekke dingen mee doen dan, toch? Nou. Ja, ik weet het niet. Ik ken hem eigenlijk niet zo heel goed. Hij zijn mensen die dat gewoon in hun vrije tijd dragen. Ja, zij denkt hier niet over na, maar door de verkoop van dit soort kleding heb je dus wel de mogelijkheid dat overvallers die thuisbezorgde kleding in handen krijgen en daar vreselijke dingen natuurlijk mee kunnen doen. Daar denkt deze vrouw niet over na, maar het is wel een direct gevolg van de verkoop. Ja, nou ja, je hoort ook allemaal rare verhalen van die overvallen en zo, maar goed, ik ga het wel zien. Hoe doe je overvallen? Dat is het geld. Als je voor thuisbezorgd werkt. Ja, dat ze doen alsof, weet je wel. Maar goed, dat zal wel. Ik weet het niet. Zelfs nu heeft ze geen idee. Het is misschien naïef van de vrouw. Maar dit laat zien hoe makkelijk de kleding in het illegale circuit verdwijnt. Fijne dag. Ja, ze hebben het gekocht. Hij komt hier naartoe. Ja, zo makkelijk gaat dat. En zo makkelijk kunnen overvallers dus komen aan deze kleding. Daar heb je echt niet over nagedacht. Hey, dankjewel hè. Ja. Een jas. Absoluut geen namaak. Nog een jas. Nou, en dus een regenjas. Nou ja, het labeltje zit er nog aan van thuisbezorgd.nl met de streepjescode. Deze is splinternieuw en als je dit dus aantrekt als overvaller en je belt aan, dan word je gewoon geloofd. Met alle gevolgen van dien. Criminelen gebruiken niet alleen bezorgkleding, ook politiekleding wordt gebruikt bij ernstige misdrijven. In juni 2020 werd er tijdens een spraakmakende politieactie ook gestolen politiekleding aangetroffen. Op 22 juni vielen we 2 loodsen binnen. In de loods in de Wouwse plantage troffen we onder meer 7 zeecontainers aan. 6 waren ingericht als een cel waarin mensen vastgebonden konden worden. En 1 container was echt bedoeld als martelkamer. De beelden van deze actie in Brabant zijn de hele wereld overgegaan en doen denken aan de Mexicaanse kartelpraktijken. Het gaat om de martelcontainers van de onderwereld, die in juni 2020 werden ontmanteld na het kraken van de cryptodienst EncroChat. Politie! Kijk eens! Fucking hell! Huh? Politie en justitie gaan ervan uit dat de verdachte de gestolen politiekleding wilde gebruiken om zich bij het ontvoeren van criminele opponenten voor te doen als politiemensen van een arrestatieteam. En dit is zeker niet de enige zaak waarbij politiekleding gebruikt wordt bij een misdrijf. Naast ontvoering worden de outfits ook gebruikt voor oplichting, diefstal, overvallen, berovingen en het innen van zogenaamde boetes. De creativiteit van misdadigers lijkt onuitputtelijk. Wij verdiepen ons ditmaal specifiek in de illegale verkoop van politiekleding. En op Telegram vinden we zowel vraag als aanbod. Politieuniformen die in het illegale circuit worden verkocht, vormen voor de politie een serieus probleem. Op internet zien we dat politiekleding wordt verkocht. Mag dat? Dat is strafbaar en bovendien is het natuurlijk onwenselijk. Burgers moeten ervan uitgaan dat ze te maken hebben met een echte politieagent. Wat maakt het nou gevaarlijk? Ze kunnen zich voordoen als agent om zodoende strafbare feiten te plegen. Ja, er zijn ook heel veel verhalen bekend over nepagenten. Zij doen zich daarvoor als echte agenten. En mensen die dat geloven, ja, die kunnen slachtoffer worden, bijvoorbeeld van een beroving. Ja, dat is heel erg gevaarlijk. Daarom zetten we er ook heel erg hoog op in. We willen dit natuurlijk ook niet. Stel, je ziet iets verdachts. Je denkt, ik weet niet of dit een echte politieman is of vrouw is die voor mij staat. Wat kun je dan doen? Als mensen een twijfel hebben, dan kunnen ze ten alle tijde vragen om het politielegitimatiebewijs van de betrokken politieagent. Of ze kunnen het servicenummer bellen, 0900 8844. Wie zijn deze verkopers en hoe komen zij aan politiekleding? We reageren op een aanbieder die 5 nieuwe politiepolo's in bezit heeft. Het lijkt te gaan om echte politiekleding. Hoog tijd voor actie. Een collega weet een afspraak te maken met de verkoper. En hij vraagt haar naar Zoetermeer te komen. En in aanloop van deze actie staan wij in nauw contact met de politie. Want we hebben geen idee met wat voor crimineel wij te maken hebben. Straks na de reclame volgt een spannende actie in Zoetermeer om deze verkoper te pakken. En de politie is ook niet ver weg. Ze schijnen ieder moment op te duiken. Oké, ik ga het even doorrijden. Jij weet niet of ze komen? Nee, we hebben geen idee. We maken ons klaar om criminele verkoper van politiekleding te pakken. Deze kleding wordt misbruikt voor brute overvallen die slachtoffers voor het leven tekenen. Ik voel me niet veilig hier. We blijven me achtervolgen. Ja. En je bent gewoon bang in je eigen huis, je hoort alles. Die angst gaat nooit meer weg. Dat denk ik niet, nee. We installeren meerdere camera's en het is tijd voor actie. We hebben dus een afspraak weten te maken voor het kopen van zo'n politiepolo. Natuurlijk hartstikke illegaal en levensgevaarlijk. Benieuwd of die komt opdagen. Ik stap achterin bij mijn collega die de verkoper straks zal ontmoeten. Nou, zet hem op. Wij zijn op weg naar een winkelcentrum in Zoetermeer. Daar gaat de afspraak plaatsvinden bij een supermarkt. Oké, verborgen cameratas aan. Dan zijn we er klaar voor. Een collega rijdt vooruit naar de plek waar de deal gaat plaatsvinden. Hij verkent de situatie en belt me om te zeggen dat het plan moet worden gewijzigd. Hey, Bij de Jumbo staat het nu helemaal vol geparkeerd. En bij de Aldi, en dat is echt nog geen 100 meter verderop, dus het is gewoon een straatje verderheen rijden. Aan de rechterkant staan wij nu. Oké, dan gaan wij daar ook staan. Dat houdt wel in dat wij de verkoper straks ook daar naartoe moeten krijgen. Hier is de Aldi. Zal ik het tegen hem zeggen? Maar ik zou wel zeggen hier naartoe komen. Ja. Zou hij met de auto komen of is hij te voet? En is hij wel alleen? Maar laat je niet verleiden ergens anders naartoe te lopen. Niet te ver, ja? Ja. We hebben geen idee met wat voor crimineel of criminele bende wij te maken hebben. En we weten dus ook niet hoe gevaarlijk de situatie kan worden. Dus voorzichtigheid is geboden. En we dienen met elk scenario rekening te houden. Ook undercoveragenten zijn aanwezig in de omgeving. Want de politie wil niets liever dan dit soort gasten achter de tralies hebben. Mijn collega appt de verkoper waar ze staat. Nu is het afwachten of hij de boel vertrouwt en hier naartoe komt. Het is te hopen dat hij op een of andere manier deze kant op komt. Want dat is altijd weer de vraag, waar gaan we de confrontatie laten plaatsvinden? Er is politie aanwezig. Undercover, die zijn in de buurt, is mij uitgelegd. Nou, de vraag is of die komt opdagen, want ze weten natuurlijk dat ze iets fout doen en dan zijn ze zo angstig. Vaak bepalen zij ook de plek, dat hebben wij nu gedaan. En de reden is natuurlijk dat wij de politie hebben ingelicht. En te veel verplaatsen betekent dat je al snel in de kijker loopt. Dus hopelijk wil hij het hier afleveren. En dan vindt er ook een aanhouding plaats. Maar of het lukt... Ik heb ook geen idee waar we naar moeten kijken. We hebben geen signalement. Nou, het zou nu zo'n beetje moeten zijn. Iedereen kan het zijn. Oké, misschien is dat hem. Helaas. Dan belt hij mijn collega. Hallo. Jan, waar ben je? Even kijken. Ik ben bijna bij de Aldi, man. Waar sta je precies? Ja, bij de Aldi heb je zo die biep, weet je wel, en de Zeeman. Ik sta tussen de Zeeman en Aldi in. Ja, is goed. Fucking koud. Oké, is dus gebeld. Ik stel direct de politie op de hoogte. Ze schijnen ieder moment op te duiken. Oké, ik ga het even doorheen. Oké. Je weet niet hoe, hè? Hoe ze komen? Nee, we hebben geen idee. Dus het is een beetje lucky shot. Oké, joh. En dan lijken we beet te hebben. We zien een jonge man met een hoodie richting mijn collega lopen. Dat is hem. Man, fucking koud. Wat zeg je? Nee man, blijf hier. Ik ken het hier allemaal niet. Contact is er. Ja, Stegeman bevestigt, contact is er. Ga niet met je meelopen. Nee. Ben je niet met iemand? Nee, natuurlijk. Wat denkt hij? Wil je dan zo doen? Ja, is goed, ik kan het gaan verlopen. Wat? Ik ga het zo. Maakt er niet uit. Zelfde leeftijd toch? Zelfde leeftijd toch? Kan het best. Ja, dan moet je gewoon niet staan. Nee, oké, snap wel. Dan kun je even tegen die auto aan leunen, toch? Mijn collega houdt hem zo lang mogelijk aan de praat. En leidt hem richting een plek waar agenten staan. Hier, bij die fietsjes anders. Bij fietsen anders. Kom. Kan wel. We komen eraan. Hier zo. Kijk uit. En dan grijpt de politie in. Nee, dat krijg je ervan, jongen. Wat een brug. Door jou worden al die mensen overvallen. Denk daar maar eens over na. En hoe kom je aan dat spul? Denk maar eens goed na over wat al die mensen meemaken als je overvallen wordt. Neem maar mee. Hé, hey, heb je nog wat te zeggen? Heb je nog wat te zeggen? Zou jij het leuk vinden als iemand bij je aanbelt? Dat ik heb gewoon gekregen, niet te verkopen. Wat is dat? Nou, dan kun je toch overval mee plegen, man? Ja, ik verkoop het gewoon, ik doe geen overval mee. Iemand anders kan het toch doen? Ja, hoe moet ik dat weten? Omdat jij het verkoopt. En het is allemaal zo makkelijk. Ik verkoop het alleen maar, ik heb het van iemand gekregen. Maar dit kan ervoor zorgen dat er gigantische problemen ontstaan. Want je moet het maar meemaken dat iemand bij je aanbelt als politie en dan een overval pleegt. Eindelijk. Blij dat hij mee is. Na onze actie moet deze verkoper voor de rechter verschijnen. En die oordeelt dat de jonge crimineel een flinke tijd de cel in moet. De rechtbank heeft meneer een gevangenisstraf opgelegd. Een gevangenisstraf van 24 maanden. Daarvan 6 maanden voorwaardelijk. En een van de voorwaarden is dat hij reclasseringstoezicht heeft. En nu las ik in het vonnis dat er staat witwassen van politiekleding. Wat houdt dat in? Witgewassen is in dit geval echt een juridisch begrip. Hè? Dat kennen we van geldwitwassen. Maar dat kan ook met andere spullen, dus ook met politiekleding. En in dit geval heeft meneer geprobeerd politiekleding te verkopen, een politiepolo te verkopen. En hij heeft ook politiekleding thuis voorhanden gehad. En is dat altijd verboden? Nou, witwassen, dat ziet per definitie op spullen die uit misdrijf afkomstig zijn. En de rechtbank heeft ook gezegd, politiekleding, als je zelf geen politieagent bent, ja, dan kun je dat niet anders hebben dan uit misdrijf. Maar de forse celstraf is niet alleen vanwege het witwassen. De jonge misdadiger heeft nog veel meer op zijn kerfstok. Hij heeft ook een ontploffing teweeggebracht. Ja, meneer heeft samen met een ander in de nacht bij een woning een zwaar stuk vuurwerk laten ontploffen. De rechtbank heeft gezegd dat er ook een wezenlijk risico was op letsel voor de bewoners van het huis en zelfs levensgevaar. Het explosief is in een kindvriendelijke wijk afgegaan. En de impact bij de bewoners en de omwonenden is immens. Er hadden gewonden kunnen vallen. Of nog veel erger. Ja, er is dus inmiddels vast komen te staan dat hij ook een inbraak heeft gepleegd. Heeft hij ook iets meegenomen? Ja, daar heeft hij onder andere geld meegenomen. Gouden sieraden, computerspellen, een Apple TV en 2 koffers. En dan is er nog een feit. En dat heeft te maken met bedreiging en afdreiging van 2 vrouwen, heb ik begrepen. Wat is het verschil tussen bedreiging en afdreiging? Ja, bedreiging is als je iemand bang wil maken, als je iemand vrees wil aanjagen. En afdreiging is als je wil dat iemand iets doet of iemand je iets geeft. En dat je daarom iemand bang maakt. In het vonnis is te lezen hoe ernstig deze man zijn vriendin en zus met zware mishandeling en de dood heeft bedreigd. Zo lezen wij onder meer dat hij dreigde een van de vrouwen dood te slaan en haar nek te breken. Ook schreef hij zijn slachtoffer dat hij haar tanden eruit zou slaan, dat hij haar totaal los zou slaan en in de auto zal mishandelen. En ook uit hij nog meer lugubere dreigementen, zoals dat hij zijn slachtoffer haar vingers eraf wil knippen. En het is niet bij dreigementen gebleven. Uit het vonnis wordt duidelijk dat in de gesprekken ook naar voren komt dat de verdachte zijn ex-vriendin en zijn moeder heeft geslagen. Deze jonge crimineel vormt een gevaar voor zijn omgeving en de samenleving. Het mag duidelijk zijn dat hij thuis hoort achter de tralies. Was dit de eerste keer dat hij is veroordeeld? Nee. Meneer is eerder met politie en justitie in aanraking geweest. Meneer heeft ook eerder een veroordeling gehad tot een voorwaardelijke straf, een voorwaardelijke werkstraf. De rechtbank heeft gezegd, ja, nu je weer de fout in bent gegaan, moet je ook die voorwaardelijke werkstraf nou gaan doen. Weet u of er nog hoger beroep is ingesteld? De officier van justitie heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. Het OM wil de ontspoorde crimineel namelijk 4,5 jaar achter de tralies hebben. Als er nieuws is over de uitspraak in hoger beroep, deel ik dat vanzelfsprekend via mijn Instagram-account Alberto.Stegeman. Tot zover deze uitzending, maar volgende week zijn wij terug. En mocht u nou in de tussentijd een tip hebben voor ons, mail dan naar redactie@undercoverinNederland.nl. Voor vanavond bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.